door de gelegenheid had om alles wat ik nog niet wist en wilde weten te gaan onderzoeken, zelf te gaan zoeken in het Rijksarchief in Nederland. Ja? Toen ben ik dus echt gericht historische romans gaan schrijven. Met de bedoeling, ja, die leerling had gezegd, u moet schrijfster worden. En zo is het gekomen. Oké, en zo ben ik dus doorgegaan. Maar dit is dus over de inhoud, wat je wel en wat je niet moet doen. Maar ik moet ook absoluut vertellen hoe dat gaat met de uitgever. Ja, uitgever, er is maar één uitgever in Suriname. En dat is FACO. Er zijn geen andere uitgevers. En dat was het grote probleem voor Surinaamse auteurs. Want een heleboel Surinamers weten niet eens wat het verschil is tussen een drukker en een uitgever. Een drukker, die drukt het boek. Je kan het boek helemaal persklaar, het manuscript helemaal persklaar hebben en naar de drukker brengen. Maar dan ben jij zelf de uitgever, dan geef je het uit je eigen beheer. En dan moet je die drukker betalen. En dat is wat een heleboel Surinamers doen als ze schrijven. En een boek laten drukken, ja, dat kost geld. En eigenlijk maakt het niet uit of je dan 2000 of 3000 laat drukken. 2000 is het minimum. Maar of je nou, al laat je maar 100 drukken, het kost evenveel als je 2000 laat drukken. Ja? En dat is natuurlijk het grote hekelpunt eigenlijk voor Surinaamse schrijvers. Ja. Maar, aangezien we de Nederlandse taal onze officiële taal is en de taal is die we beheersen en de taal is die we goed spreken en die we goed schrijven, gaan een heleboel schrijvers van ons natuurlijk in het Nederlands schrijven. En er zijn natuurlijk in Nederland wel uitgevers. En als je boek klaar hebt en als je denkt dat het best uitgegeven zou kunnen worden, ja, dan kan je proberen om een uitgever te vinden die het wil uitgeven. Maar dan moet je dat boek, dan moet je dat script eerst wegsturen naar die, of mailen, of ik zou niemand aanraden om het te mailen als je die uitgever nog niet kent, want anders ga je een boek straks terug met een andere omslag. Een andere titel. Maar sturen naar een uitgever, dat kan, dat manuscript. En met een brief erbij. Maar dat is ook wat ik altijd aan mensen zeg. Als je een boek wilt sturen naar een uitgever, dan moet je een brief erbij schrijven over wie je bent en wat je bent. En dat je dat boek wil sturen, dat manuscript wil sturen. Maar dan moet je meteen erbij schrijven dat als hij het niet uitgeeft, of als hij het niet de moeite waard vindt om uit te geven, of hij het alsjeblieft meteen naar je terug wil sturen. En daarvoor moet je erbij doen een aan jezelf geadresseerde envelop met voldoende postzegels erop, zodat het terug kan komen naar jij. Want anders ben je het ook kwijt. En dan vind je het misschien ooit, zie je dat boek en heeft een andere titel en een andere omslag, maar dat is wel jouw boek, dus dat moet je niet doen. Ja? En dan moet je ook niet verwachten, want dat is ook nog iets, moet je niet verwachten, stel je voor je vindt een uitgever die je boek wil uitgeven. Er zijn modelcontracten. En er moet eerst een contract gesloten worden tussen jou en die uitgever, waarin alles is vastgelegd. En dat moet door beide partijen getekend worden. En alles is opgeschreven precies over welke kosten door wie gedragen gaat worden en waaraan je je moet houden en waaraan de uitgever zich houdt. Alles is precies aangegeven en denk niet dat je schatrijk gaat worden ervan, want de normale royalties
voor een boek is 10% van de verkoopprijs. Dat is het normale. Dus denk niet dat je meteen miljonair gaat worden als je boek is uitgegeven, in tegendeel. Jij verdient het geld niet. De 10% van de verkoopprijs, dat is standaard. Ja? Maar eerst moet hij het willen uitgeven. En gaat hij natuurlijk zelf lezen en bestuderen. En ja, en ik kan je ook meteen zeggen, als hij 10 pagina's gelezen heeft, weet hij al of hij het doet, gaat doen, ja of nee. En als hij in die 10 pagina's een heleboel volk heeft gevonden, dan klapt hij dicht en dan zegt hij nee hoor. Ja, dat is de realiteit. Oké, ik denk dat ik jullie een beetje in grote lijnen heb aangegeven hoe het toe gaat. En misschien wil er nog iemand iets vragen. Is het de mannenwereld die uitgevers zijn? Over het algemeen, je hoort bijna nooit van vrouwen die uitgevers zijn. Het is over het algemeen. Ja, maar dat zijn er zeer veel mannen. Ja. Ik moet erbij zeggen, ik heb geluk gehad. Huh? Toen mijn boek klaar was, ben ik naar FACO gegaan. Iedereen had me gezegd, het kan nooit een boek worden uitgegeven in Suriname. Ik ben bij FACO gegaan en ze hebben meteen ja gezegd. En dat mijn boeken later in Holland zijn uitgegeven. Ik ben die uitgever, die gaan zoeken. Hij is mij komen zoeken. Hij had van me gehoord. En zo is het mijn uitgever geworden. En ik kan ook erbij zeggen, ik heb een geweldige, goede uitgever. Hij is als je zoon, als je broer, als je vriend, als je man. Als het goed is, is het zo. Ja, en ik heb zo iemand gevonden. En als ik op reis ga, dan komt hij me op Schiphol halen. Als er iets is, als ik ziek ben, dan belt hij voor me. Ik moet ergens iets gaan doen, maar ik ben ziek. Dan belt hij voor me en zegt hij, ze kan niet komen hoor, want ze is ziek. Ze kan echt niet uit bed. Dat soort dingen. Ja? Maar ja. Mijn uitgever is wel rijk geworden hoor, ja. Van de deur was te zuiken. Ja. Want dat is het natuurlijk. Als het goed gaat,